Van daarvoor aanvang van de Raad van Ministers werd de minister van Sociaal Irakit Ramsaran verzocht om uitleg te geven over de stand van zaken met betrekking tot de registratie van COPRA-versterking van de seniorenburgers. Echter had de minister er geen behoefte aan om de media te woord te staan. Bij de aankomst van de vicepresident werd de vicepresident daarmee geconfronteerd. Oké, de opdracht is gegeven. Dus in ieder geval de minister van Sociale Zaken die komt straks hier. Dat zal ik maar hier sturen. Laten jullie uitleggen. Even jullie het uitgelegd. Ayobo. Kijk de minister van Ivoroko. Minister Sociale Zaken. Mega snel. 5 seconden. Dan gaan jullie beter uitleggen, want ik weet niet hoe de registratie geschiet. Maar in ieder geval, de regering heeft al opdracht gegeven dat via sociale zaken die mensen kunnen registreren. En dat ze in aanmerking komen. Maar ik weet dat er een hele grote lijst is gepresenteerd van een aantal duizenden mensen die al zijn geregistreerd. Dus maar als er nog problemen zijn, dan moet de communicatie beter lopen. Dus de minister kan jullie komen uitleggen. Maar als er dan geld is, zover als er geen geld is, kan je toch niemand oproepen om te gaan registreren. Na de opdracht van de vicepresident kwam de bewindsman van Sociale Zaken tevoorschijn om de media te woord te staan. Excellentie. Oh, hij komt hier in de wijsgever. Ja, vicepresident. Wat gebeurt er met die 1800 van die mensen? Nou, die 1800 is in volle vaart. We hebben vandaag nog de laatste aanvraag gedaan om de betaling van juni. Van juni alvast in het systeem te brengen. Zodat de mensen voor de 10e van de nieuwe maand juli dan het geld kunnen ontvangen, vicepresident. Dat dus betekent, het is in volle vaart. Dat betekent dat mei is al betaald. Mei is al betaald. En jullie, dat is mijn wachtje, monie. Dus van juni gaan ze in juli ontvangen. Ammonie de? Ammonie de. Oké. Maar de seniorenburgers, wat kan ze registreren bij u? Wat gaat over de registratie? Zou willen weten waar die mensen zich moeten registreren. Misschien kun je ze beter uitleggen, want ik kan ze niet uitleggen. Ten aanzien van de registratie, vicepresident, ik heb een voorstel opgesteld. Die ik dan ook zal mededelen om de seniorenburgers makkelijker tegemoet te komen. En ik vraag dan dat we dan de nodige ondersteuning dan geven aan dit voorstel. Waarbij de seniorenburgers dan makkelijker in aanmerking kunnen komen voor die 1800. Voorstel komt vandaag? Ik ga het nog vandaag presenteren. Oké, goed. Ja. Dank u. Dan moeten ze alvast zeggen hoe ze nu moeten registreren. Want dan gaan ze naar pensioenfonds. Ja. Pensioenfonds zegt, ze hebben geen informatie van het ministerie. Dan gaan ze naar het ministerie. Dus er zijn 2 gevallen. We hebben gepensioneerden van het ambtelijke. Die krijgen al die 1800. Die hebben vanuit hun salarisadministratie dan die 1800 al ontvangen. En we hebben gepensioneerden uit de private sector. En degene uit de private sector, daar zijn de pensioenbedragen soms heel hoog. Dus daar hadden we nog steeds het criteria behandeld om te kijken hoeveel u per huishoudens ontvangt. Maar natuurlijk, als wij dan ervoor kunnen zorgen dat de seniorenburgers een uitzondering kunnen krijgen vanuit de regering, dan zal ik van mijn kant uit dat voorstel dan uitbrengen, zodat wij dan vanuit de regering dan een besluit kunnen nemen.